wordt volop gebouwd in Buenos Aires. Er wordt hier hard gebouwd, altijd met meer en meer torens. En we zitten hier vlak aan de oever van de rivier, waar er ook nog oude havenactiviteiten zijn. En er is ook een systeem van deelfietsen. Dit is station nummer 150. Er is nog een landkaartje waar dat we dus zijn. Maar er is geen enkele fiets aanwezig. Alle leendfietsen zijn uitgeleend. Dus er zijn blijkbaar te weinig fietsen in het circuit. Buenos Aires is een havenstad. Ook een vorm van stad aan de stroom. Nog staal uit Cardiff, Wales. En wat is het? Een boulder. Het kan gemakkelijk 50 jaar oud zijn. Duidelijk de hele oude haven met smalle bruggen, smalle doorgangen. En hele ouderwetse kranen. Atención, avance un y un por fragil alternativa menta. Peligro, prohibido subir a la grúa. Verboden de kraan te beklimmen. Emblema azul. Fragata ara presidente Sarmiento. Oh, sorry? Dan moeten ze bij het Waas aankomen, de schepen. Een hybride schip, een driemaster om te zeilen en toch twee schouwen als stoommachine. De schietluiken dus. En je kunt die dus gaan bezoeken blijkbaar. Ja. Wat zou dat zijn aan een diameter te zien? Vlakbij de oude driemaster. Een voetgangersbrug denk ik. Die brug die kan open, die roteert op die zware paal in het midden. Dus het lang stuk waar de schuine paal staat en een kort stuk aan de andere kant. Is dat de inhuldiging van deze brug? De skyline van Buenos Aires. Hier staan dus de wolkenkrabbers heel geconcentreerd, alsof dat het de Financial District is. Leuk opticien met spiegelelementen in zijn etalage. Ja, we zijn in beeld. Even overschakelen op spiegeldingen. Er is toch een verbinding met Nederland. Een of ander gedenkteken, is mij niet duidelijk wat. De fontein is niet meer in gebruik. Mysterio de Defensia. Ik denk dat die bij ons ook ingezet zijn. Ah ja. Ah, de slag van de Malvinas wordt herdacht. Het roze paleis van de president. De dienstwoning van de president. De voorgevel. Pal in de zon, dus helemaal uitgebleekt. De voorgevel van het roze paleis, de dienstwoning van de president. De voordeur van de dienstwoning, maar nu kan ik er niet meer goed tussendoor. Op naar de kathedraal. Het monument en het pleintje van de dwaze moeders. Maar heel het plein is in renovatie, dus ze kunnen nu niet betogen. Het symbool van de dwaze moeders. Ze komen hier elke donderdagavond nog betogen om hun verdwenen kinderen, kleinkinderen, echtgenoten te blijven herdenken en hopen dat het ooit opgelost geraakt. Ik denk niet dat het een kerkhof is, maar gewoon een symbool. Ze doen de dakkoepel open van de kapel om natuurlijk daglicht te hebben. En dan kunnen ze hier met natuurlijk daglicht volop restaureren. Daar staan gigantische purperen spots op die kerststal.